politiek wil duidelijkheid over dakloze subsidie. Eindhovenaar verdacht van 11 miljoen aan belastingfraude. En een traditionele vlootschouw op het Eindhovens kanaal. Er moet grondig onderzocht worden hoe het precies zit met het verdwenen subsidiegeld voor daklozen. Ruim 500.000 euro die bestemd was om daklozen aan een baan te helpen zijn verdwenen, terwijl er geen daklozen mee geholpen is. De gemeente gaf de opdracht aan De Boei, onderdeel van de GGZE. Maar De Boei besteedde het weer uit aan bureau Andersom uit Limburg, waar een oud-medewerker van de gemeente Eindhoven de scepter zou zwaaien. Dat bedrijfje, bleek later, zat in geldnood. Je moet je eens voorstellen, je bent werkzaam bij gemeente Eindhoven. Je kent dus allerlei mensen die gaan over bepaalde subsidieaanvragen. En als je dat dan vervolgens gebruikt om tegelijkertijd je eigen bedrijfje te beginnen en diezelfde aanvraag te doen en vervolgens ook nog in de gelegenheid bent om met de mensen die die aanvraag behandelen om de tafel te gaan zitten en een kopje koffie te drinken. Ja, ik denk dat je die twee zaken eigenlijk uit elkaar moet halen. Nou, en er zijn een aantal zaken. Waarom weten wij dat niet als raad? Het speelde al af in maart van dit jaar. Hoe kan dat? En de raad weet helemaal niets. Dus dat is een half jaar heeft het college zijn mond dichtgehouden. En dat vind ik al op zich al een hele zware zonde. Een hele grote zonde. De GGZE wilde vandaag nog niet reageren. Maar de feiten liggen op tafel. 500.000 euro is verdwenen. Het ruikt niet naar belangenverstrengeling, het is gewoon belangenverstrengeling. En ja, dan kun je de lijn doortrekken. De gemeente betaalt geld aan De Boei en De Boei betaalt weer naar het bedrijfje in Limburg. De directeur heeft hier bij de gemeente Eindhoven als ambtenaar gewerkt. En dan vraag je je af of het geen doorgestoken kaart is. En bovendien, die 500.000 euro zijn gewoon weg. Nou ja, dat kan gewoon niet. We praten met geld van belastingbetaler van Eindhoven. Nou, daar moeten we wel heel zuinig en heel voorzichtig mee zijn. Kijk, dit ruikt in ieder geval naar enige belangenverstrengeling. En ik denk dat je daar als gemeente Eindhoven, maar ik denk als iedere stad, ja, ver van weg moet blijven. Een aantal fracties in de Eindhovense gemeenteraad maakt zich dus ernstige zorgen over dit onderwerp. Er zijn raadsvragen over gesteld, maar de Partij van de Arbeid gaat nog een stukje verder. Die wil dit onderwerp behandeld hebben in de commissievergadering. En daar sta ik helemaal achter. Laat de wethouder maar eens met de billen bloot gaan, letterlijk en figuurlijk, en zeggen hoe het is gegaan. Want er gebeuren te veel gekke dingen de laatste tijd hier in dit huis.